We hebben inmiddels in Nederland een kraakverbod, maar er wordt nog steeds gekraakt, zoals hier bij het pand achter mij. En over dit pand is vandaag een rechtszaak bij de rechtbank Utrecht. En er is een manifestatie. Een eigen huis, een plek onder de zon. En altijd iemand in de buurt die van me houden kon. Toch wou ik dat ik net iets vaker. Als ik kijk naar de opkomst, denk ik van, nou, ik weet het niet. Zo'n heel kraakverbod is alleen maar een aanleiding of een gelegenheid om weer aandacht te vestigen op het fenomeen woningnood, het fenomeen leegstand. Even lekker een dagje eruit. En lekker een dagje eruit, het is altijd gezellig natuurlijk. Mijn cliënt heeft aangifte gedaan van het feit dat het pand gekraakt is. En de officier heeft aan de krakers kenbaar gemaakt het voornemen om tot ruiming over te gaan. En de krakers de gelegenheid gegeven om binnen 7 dagen... een kort geding daartegen hangig te maken en dat speelt straks. Ludiek wordt het weer, hè? Ja, het wordt weer heel ludiek. Waarom een poppenkast? Ja, om aan te tonen dat wat er binnen gebeurt, dat eigenlijk wat ons betreft gewoon één grote poppenkast is. Wat ongelooflijk goed bedacht, zeg. Ja, origineel. Hoe kom je erop? Origineel, hè? Origineel. Ja, waarom wil je nou niks zeggen? Ben je gekomen om te demonstreren? Zijn we helemaal hier naartoe gekomen om ook jullie geluid even te laten horen? Nog geen reactie. Een beetje ingekakte bedoeling, of niet? Nou, nee, ik weet niet. Ik heb eigenlijk nog niet zoveel van meegekregen. Ik zit gewoon te gamen. Zullen we maar weer ophouden? Nu bent u dus eigenlijk kraakoma. Ja, ik ben kraaktante. Ja. Nou, een goede demonstratie toch en houd wel een beetje vreedzaam. Nou ja, alsjeblieft. Jo, laat me even mijn rust, joh. Donder op met het ding. Waarom doe je nou zo agressief? Niet zo zin in. Ik weet niet wat er gebeurd is, maar laat het maar even. Voor mij is ze een beetje in de pillen gezeten. Oké, ik snap wel waarom ze... Ja. Nou, ik geef hem... Je busje in. Jullie zijn van het poppentheater. Ze praten nu met geen stijl. Waarom praat je niet met geen stijl dan? Omdat jullie ook niet kunnen praten. Maar je bent hier om te demonstreren. Ik heb een persbericht gekregen. Dan kun je toch gewoon met ons praten? Ik word onredelijk zo meteen, hè? Lekkere veganistische koekjes. Zeg je nou veganistische koekjes? Veganistische koekjes. Ah, die wil ik wel even proberen. Nou, probeer er één. Wat is er veganistisch aan de koekjes? Er zitten geen dierlijke producten in. Nou, ik ga het gewoon proberen. Ik hoop dat je hem lekker vindt. Jij zit in een pand wat leeg staat. Maar is het niet gewoon aan die eigenaar zelf om te bepalen wat hij met dat pand doet? Ja, maar het is ook niet geoorloofd om een pand leeg te laten staan. Ik bedoel, dat mag officieel helemaal niet. We hebben een kraakverbod en dat impliceert een beetje dat er een verbod is op kraken. Tuurlijk, alle sterke groepen probeer je tegen te werken, dat is logisch. Schat u uw kansen in straks? De krakers gaan eruit.